Hallo, ze ben ik hier, ben ik weer zo met Gameplay, een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Deze aflevering gaan we verder in de grot waar we helemaal vast zaten. We hebben meerdere strategieën. Ik heb mijn difficulty even gewoon naar medium gezet. We kunnen of spel piezel zetten en helemaal chicken houden wat totaal niet leuk is. We kunnen wegrennen, we kunnen onszelf ingraven en een huisje bouwen. We gaan voor wegrennen, denk ik. Ik heb geen idee meer van de situatie en het spel begint meteen te lag, heerlijk. Oké, dat is totaal niet de goede kant om op te rennen. En het hele spel lagt ook nog eens als de boepjes. Niet schieten, jongens. Het gaat me nog verrassend goed eigenlijk. Kut, ik moet wel even gaan open. We zijn allemaal skeleton vrienden. Oh, ze zetten het wel allemaal achter me aan. Oké, mooi. De Elemental Creeper mod is trouwens correct geïnstalleerd. Ben ik heel blij mee. Ik heb hem eens even gaan terugzetten op normal difficulty. Ja, mooi. Dan ontsnappen ging nog heel goed. Zelfs... Oh, rustig. Ik heb de Elemental Creeper mod. Ik heb de creepers nog niet uit mijn hoofd geleerd, maar er zitten zeker vetten bij. Je hebt een creeper die keert iets van 4 bloks diepte van je map om. Dus boven wordt onder. Dat is best wel vet. Dan kun je zelfs bedrock helemaal naar boven halen in je map. Als je heel lang de tijd hebt en heel veel dezelfde creeper. Je hebt een magma creeper die alleen in de nether zit. Als die ontploft, laat hij een heel groot blok lava achter. En als hij loopt, laat... Nee, de magma creeper is ook in de gewone wereld trouwens. Maar je hebt ook eentje als hij loopt, laat hij een spoor van vuur achter. Je hebt er eentje die laat gewoon lava achter als hij ontploft. Je hebt eentje dat water achter. Je hebt er eentje die zit alles in de fik wat in de buurt staat. Je hebt een vuurcreeper voor mij, dat is die in de gewone wereld zit. Maar die lava creeper... Ik weet niet precies. Er is tenminste eentje die laat een blok lava achter. Ik hoop dat die alleen in de nether zit. En die het vuurspoor achterlaat is ook alleen de nether, maar voor mij zijn het dezelfde creeper. Je hebt ook nog een vuurcreeper, dus die als die ontploft is er overal vuur. We moeten dus zeker gaan oppassen met die nieuwe creepers. Ik ben heel benieuwd. Ze zijn best wel zeldzaam, dus ik ben zeker benieuwd. Ik heb ze allemaal even één keertje gespawnd net in een creative worldje om te kijken hoe ze een beetje rollen, hoe ze werken. Ik ben heel blij. Ik zal even de link van de persoon die me geholpen heeft hier in de beschrijving zetten. Ik neem dit nu op, niet eens vrijdag, ik neem dit op woensdag op. Dus ja, ik ben nu gewoon een beetje aan het rondhuppelen en jullie aan het vertellen over de creeper mod. Maar nu gaan we weer verder met de map, denk ik. Yes. Waar gaan we eigenlijk heen? Oh, kijk, mineshaft. Oh, ik moest nog terug naar mijn mineshaft, dat is waar ook. Ik kan hier gewoon omhoog, dan ben ik ongeveer bij mijn mineshaft. Bijna goed, is ook goed, zeg ik altijd maar. We zijn nog helemaal geen creeper tegengekomen trouwens. Zou weer fijn zijn, dan kunnen we een beetje checken of het werkt natuurlijk. Dat vragen wij ons nu wel af. Ik moet zeker op gaan passen bij mijn mob spawner. Dan kom ik in één keer tot het idee. Mijn monster spawner. Kan zeker gevaarlijk worden met al die nieuwe creepers. Allemaal leuke piefjes, poefjes en pafjes. Gewoon alles nog een beetje verlichten, weet je wel. De standaard shit. Deze aflevering wil ik er echt wel een keertje weer naar boven. Naar de mooie bewoonde buitenwereld. Maar dingen verlichten is ook belangrijk. Je hebt ook een creeper, als die ontploft dan krijg je overal glowstone. Best wel een andere creeper eigenlijk. Maar ja, ik moet ze niet door elkaar halen, want voor je weet zit je in één keer in de lava, Rick. Precies, oké. Dat was een beetje een raar begin van de aflevering. Ik probeerde creepers uit te leggen, maar dat kan ik niet, want ik heb heel weinig verstand van deze mod. Maar het werkt in ieder geval. Heel veel problemen, ik heb geen idee waarom, maar mijn Minecraft die wou die mod gewoon echt niet pakken. Mensen dachten, Rick, je kan er maar niks met mods installeren. In principe wel. Alleen die mod werkte gewoon echt niet mee. En hij was alleen voor epitype 5, dus dat was ook nog wat problemen hier en daar. Maar het is uiteindelijk gelukt en ik ben heel blij ermee. Yes. Wat nu eigenlijk? Wauw, wat een diepgang hier. Ik heb eigenlijk wat meer torches nodig. We gaan die kant op. Hopelijk komen we zo meteen een lieve creeper tegen die ons de weg wil wijzen. Kijk eens aan. Dit komt mij bekend voor, daar zie ik een creeper, daar zie ik nog een creeper. Dat zijn gewone creepers, denk ik. Je hebt ook een creeper met een hoofd op de kop. Die zien er voor de rest hetzelfde uit. Dat zijn de upside down creepers ofzo. Ik weet niet precies hoe ze heet. Ik maak een mooie trap voor je, creeper. En nou wegwezen. En nou wegwezen. Dus ik heb een mooie enchantment op mijn zwaard, dus je moet wel weg. Kan, oh nee, experience. Nee. Daar zag ik al een skeleton. Oh, die waren we zeker eerst ook. En toen kwamen al die skeletons achter me aan en beëindigde ik de part. Dat zal het wel geweest zijn, of niet soms? Hoppakee, dat is mooi. Opgeruimd staat netjes en nog wat lieve skeleton en zombie mannen. Nog meer skeletons. Waarom zit hier zoveel skeletons? Zit hier ergens een skeleton spannen? Dat zou natuurlijk best wel eens kunnen. Vooral met die mineshaft zo dicht in de buurt en zo. Ik zal wat meer torches bij maken. Sticks, coal en zo maak direct torches, dames en heren. Eens even kijken. Oh nee, niet meer coal. Kom terug, coal. Coal terug, coal. Nog steeds. Ik had eigenlijk even een bucket moeten maken in die dingen die we hadden. Een bucket of water. En dan hadden we een beetje langs die lava kunnen navigeren. Maar heb ik niet gedaan. Want ik ben een oelewapper. Zoals dat heet. Kijk eens aan, diamond. Dat had ik niet verwacht. Ik wil eigenlijk gewoon de uitweg zoeken. Vind je in één keer diamond. Good luck, Rick. Oeh, 4 diamonds zelfs. Nu wil ik er gewoon even naar buiten. Nou heb ik spullen bij me. Nou heb ik een reden om te ontsnappen. Ik ben ook al level 24. Dat kan een leuke enchantment worden. Maar het belangrijkste is die diamonds. Ik wil nu echt even weg hier. Verlichten? Fuck die shit. Weet je, ik ga heen en nog, als ik toch een beetje omhoog ga, kan ik even wat rooms verlichten. Maar het is niet meer mijn main doel. Mijn main doel is veilig terugkeren met de diamonds intact. Nog steeds alleen maar gewone creepers. Ik weet niet of ik me zorgen moet maken of gewoon tevreden moet zijn daarmee.
In principe ben ik ook wel blij. Want die andere creepers zijn vaak een stuk gevaarlijker. Alhoewel de cookie creeper is best awesome, want die geeft je koekjes. Ik bedoel, kom op, een creeper die je koekjes geeft. Wat wil een mens nog meer? Zo. Ah, dank je. Eens even kijken. Hier zijn we als goed is nog nooit geweest. Oh, die spinnen hebben nog gemeen tegen mij. Ik wil eigenlijk wel weer weg hier uit deze mijn. Gaat het hoog? Oh, wacht, zijn we hier weer? Ik heb geen idee waar we zijn. Ik ga maar even naar boven en een beetje verlichten. Dat doen we wel. Maar omhoog verlichten. We gaan niet meer naar beneden om te verlichten hoor. Ik ga trouwens even een kippetje eten. Is altijd wel lekker, weet je. Kip, weet je. Kan geen kwaad. Kip is good for you. Ik weet niet. Kip is best wel gezond. Ik weet dat heel veel van die oude vrouwen die heel oud willen worden, die eten dan geen kip. Eten gewoon alle soorten vlees, maar geen kip. Ik heb geen idee waarom. Maar het is zo. Misschien is kip juist heel slecht voor je, waarschijnlijk. En daarom eten ze dan geen kip. Ik ga eens nog een beetje naar beneden, maar ik zie een Enderman. Hij gaat teleporteren of niet soms. Ik heb hem een beetje boos gemaakt. Stop! Boze, gemene boze Enderman. Gelukkig hebben we die knockback. Die is nu zeker heel handig. Er zit daar een klein vuurtje ingeslagen. Oh, ja, is een Eye-Bender. Waar is hij? Ik zag zijn ogen vliegen. Maar waar? Oh, ik heb hem bij me. Mooi. Ja, die mineshaft is langzaam aan het afbranden. Geen idee hoe dat vuur daar is gekomen, maar het is er, weet je. Het is er nu eenmaal. Je kan er niks meer aan doen. Hier is nog wel wat graveltjes. Zo, mooi. Opgelost. Opgegraveld staat netjes. Nu ga ik toch weer naar beneden om dat toortje. Ik breek mijn eigen regels, zoals dat dan heet, hè. Zo, ook allemaal weer mooi licht. Oh, 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 oh. Mijn Minecraft had even een kleine lag. Ik ben momenteel aan het uploaden. Niet dat veel uit hoort te maken. Dat neemt heel weinig van je computer. Alleen van je internet neemt het heel veel uploaden. Kijk eens aan. Zoiets zaten wij al te zoeken, dames en heren. Nog een mooie spinnenspanner. Een vieze, gemene, waarschijnlijk giftige spinnenspanner. Au, au, au. Een giftige spin. Spinnenspanner moet eerst kapot. En dan pak ik de spin en de zombie. En het is een zombie villager. Dat is niet zo mooi. Dat is niet zo mooi, dames en heren. Er zullen waarschijnlijk wel meer giftige spinnen hier in de buurt zijn. Want ja, er is een giftige spinnenspanner. En die heeft waarschijnlijk ook giftige spinnen gespawnd. Zo zit dat namelijk. Ik kom helemaal geen chesten tegen hier. Dat vind ik toch wel weer jammer dan. Weet je, daar ga je voor naar die mineshaft. Voor de mooie chesten. En die kom je daar weer niet tegen. Alsnog blijven we zoeken en de hoop blijft aanwezig. Om een leuke chest met misschien nog wel een diamondje te vinden. Ja, hier toortjes ophangen heeft ook niet echt veel zin, hè. Ik wil eventjes die water source blokkeren eigenlijk. Kan dat nog? Ik kan even hier omhoog kijken of daar een chest zit. Een klein onderzoekje in de grotten kan niet echt kwaad. We zijn al 3 afleveringen bezig in de grotten nu. Noem me goed, noem me slecht. Ik vind het leuk en het is een beetje avontuur, weet je. Een beetje aan het huis bouwen, iedere aflevering begint ook saai te worden. Ik moet soms een beetje aan mijn dagelijkse sleur. En dan ga ik de grotten in. De grotten van Hotten. Ik wil nog een keer naar boven eigenlijk. Gelukkig is mijn huis binnen heel makkelijk als je helemaal boven bent. Maar mijn huis is best wel hoog eigenlijk. En dat is best handig. Gaat daar nog verder? Nee. Oké, dat ziet er allemaal nog spinnerig uit. Oh, dat was ik net zeker. Dat was die spanner. Meestal zit dichtbij zo'n spanner altijd wel een chest. Ah, gevonden. De loot valt een beetje tegen. Pumpkin seeds heb ik al. Watermelon seeds heb ik geloof ik nog niet. Dus nu kunnen we beginnen met een watermelon farm. Pumpkins heb ik toch wel, dus... Die had ik liggen, maar die watermelon seeds had ik nog niet. Dus kunnen wij een nieuwe farm beginnen, namelijk watermeloen. En ik geloof dat watermeloen best wel een van die dingen is die je wil farmen voor food. Want je kan van één watermeloen kun je van mij meerdere stukjes maken. En die stekken tot 64, dus dat is best wel een goede vorm van eten. Voor mij is het samen met potatoes de beste ding om te farmen. Dus dat is heel mooi. We gaan hier omhoog, denk ik. Dat is een snelle manier om naar boven te gaan. Even een sterkje van iets pakken, daar heb ik er wel genoeg van. Lekker bouwen. Hopelijk wordt niet naar beneden getikt. Dat zou niet zo fijn zijn. Ik moet even mijn monsterspanner een beetje verbeteren, denk ik. Mijn looter. Want ja, met die nieuwe creepers kan het aardig gevaarlijk worden. Want voor mij zijn die iets anders ingesteld dan gewone creepers. Die kunnen zomaar onverwachts ontploffen en dat zou niet zo fijn zijn. Welke hoogte zitten we nu? 56. Ik denk dat we gewoon omhoog gaan. Gewoon recht omhoog. Recht omhoog. Yeah. Oh, ik wist niet dat dat allemaal nog wat was. Dat was niet de bedoeling. Kan ik hier misschien... Ah. Aha. Ja, dat scheelt. We hoeven niet recht omhoog. Ik kan meteen nog een beetje verlichten hier en daar. Gaat heel weinig zin hebben, denk ik, voor mijn monsterspanner, hoor, maar alsnog. Als je een hele grot verlicht, dan gaat dat zeker helpen, maar dat hebben we nog lang niet gedaan, want het is een veel te grote grot. Zodat ik maar gewoon weer omhoog kan gaan, kijk, zoals dit. Dat scheelt toch weer een klein stukje graven. Hé! Hey, wat doet dit hier? Sinds wanneer heb ik zand? Dit betekent dat we bijna boven zijn, en dat we een zandtombe... Ah, oké, ouwe. Waar zijn we ooit? Ik ben verdwaald, denk ik. Ik denk dat we kunnen zeggen. Ik ben verdwaald. We gaan naar buiten. De mooie buitenwereld, waar ben ik nou beland? Serieus, waar ben ik? Oh god. Ah, daar is de jungle. Ik zal van mijn render distance op far zetten. Ja, precies spel. Precies, en dan zal ik daar ergens mijn huis alweer zien. Ik had geen idee dat er een woestijn zo dichtbij was, joh. En nou is de vraag, waar is mijn huis? Wow, is dat een desert temple? Dat lijkt verdacht. Veel op een desert temple. Sorry huis, deze desert temple heeft toch echt mijn voorkeuren... Mijn voordeuren, mijn voor alles
Eén voor alle. Oeh, voor één. We gaan hier in. Ik dacht al dat er zoiets in de buurt zat. Dat zag ik aan de steen. Maar die steen hoort er altijd te zijn. En dit ding zit vol met traps waarschijnlijk. Natuurlijk gaan we hier in. Eerst even die zombie doden trouwens. Voordat hij mij in één keer verrast. Mijn huis vinden is niet de prioriteit. Ik heb nog wel in een van de eerste video's de coördinaten staan. Dus dan gebruik ik die wel weer gewoon. Moet heel veel comments heen, maar oké. Ik had die creeper best wel een gat in deze tempel kunnen blazen. Had een hoop gedoe geschild. We gaan eens even hierin. Dit bijhuisje. Ik zie ook gewoon creepers in de stenen staan. Dat vind ik niet zo. Dat is geen fijne gedachte, moet ik zeggen. Moet je toch goed opletten voor tripwire en dat soort dingen. Je weet het nooit met dat soort tempels. Pressure plates, ook goed opletten. Hallo buiten. Oké, dit ziet er niet echt uit als een gevaarlijke tempel, moet ik zeggen. Ziet er gewoon uit als een gezellige tempel voor jong en oud. Even kijken, zit er nog wat achter? Ah, zijn al buiten, joh. Ik kan wat van deze stone meenemen als ik wil. Altijd fijn. Zeker eens te weten. Eens even kijken. Ik kan dit ook meenemen, wat een leuke woel. Altijd leuk. Even gaan we even kijken, wat kan er weg? 64 string, sowieso, dat is veel string. Ik neem wel wat oranje woel mee. Is even iets belangrijker. Nou, belangrijk hebben we tenminste veel meer van, dus... Hé, hey, er zit een chest. Hé, hey, geheime kamer gevonden. Zo makkelijk gaat dat vandaag de dag, joh. Gewoon eventjes graven. Oh, wow! Wat doet die daar opeens? What the fuck? Er zit daar een pressure plate onder. En dat staat mij niet zo aan eigenlijk, moet ik zeggen. Dus ik was even bang dat er weer een creeper naast hem stond. Nee hoor. Even gauw wat items dumpen trouwens hier buiten. Ik dacht al, die blokjes heb ik zeker niet meegenomen. Of wel. Zo'n bricks weg, gravel weg, cobblestone weg, spider ice weg. Hoe kom ik in één keer zoveel ladder bij me eigenlijk? Ik heb geen idee. Hier. Geef hem allemaal mee. Ik wil ook nog eventjes al die oranje boel meenemen. Vind ik wel leuk voor mijn huis of zo. Iets in die richting. Zo. Ik had niet verwacht dat hieronder een geheime kamervloer ding was. Maar dat was er dus. Dus nou, oké, dan verrijden we maar weer. Omdat jij bent. Zo. We zijn nog steeds geen speciale creeper tegengekomen. Dat is dan wel weer jammer. Ik kan niet gewoon naar beneden springen, denk ik. Ik zal nog niet op de pressure plate springen. Gaat aardig goed. Denk ik. Oké. Wat zal er... Oeh, twee diamonds. Oeh. En wat zit hierin? Jeetje jammer. Vier ingots. Heb ik daar nog ruimte voor? Ja. En nog eens twee ingots. Weet je mij ook niet klaar. Ik heb extra diamonds. Die bones kunnen ook wel eventjes mee. Ik vraag me nou echt af wat er... Voor mij zit hier TNT onder. Kijk. Later pressure plate. Die TNT nemen we sowieso mee. Mensen raden mij aan weer een TNT kamer te maken. Als je denkt, weer een TNT kamer. Rick, waar heb je het over? Ik stond ooit bekend om mijn TNT kamer in mijn vorige survival serie. Ja, dat was mijn hardcore Road to the End survival serie. Dat is een serie, als je die nog niet kent, dan ga ik proberen het spel uit te spelen in Minecraft in hardcore. En geloof me, dat is een aantal pogingen, maar uiteindelijk lukt het me aan het einde van de serie. Zeker een leuke Minecraft serie om te kijken van mij. Als je niks te doen hebt, zoals nu de vakantie. En dat ik een kamer, die zet ik dan vol met TNT en een pressure plate en een geautomatiseerde deur. Dus ik ging die kamer in, met een button. En ik kon er zeg maar niet meer uit die kamer. Het was gewoon een kamer van één blokje. En dan stond ik op een pressure plate met eronder TNT. Dat was een beetje iets van, zodat ik wakker bleef tijdens het spelen. Zodra ik gewoon op die pressure plate ging slaan, dan ging gewoon de TNT af en dan was ik zo'n beetje bijna dood. Alleen meestal lag er gewoon maar één blokje in en had ik gewoon full diamond aan. Dus het maakt niet zo heel veel uit, maar ik schrok me wel de pleuris. En zo'n kamer kunnen we niet meer maken, want ik heb zat TNT, ik heb ook nog wat gunpowder hier en daar. Ik wil de rest van dit ding natuurlijk ook wel eventjes verkennen, maar zeker vet dat we dat tegen zijn gekomen, een desert temple. Nee, niet dat blokje, ik wil die lekkere boel. Geen idee wat we met die oranje boel gaan doen. Misschien een verdieping maken ofzo. Dan moeten we gewoon even oranje schapen gaan kweken. Voor het Nederlandse gevoel kunnen we oranje schapen gaan kweken. Gewoon een keer als het EK is. Maar Rick, dat duurt nog heel lang. Ja, maar deze survival serie duurt ook nog heel lang. EK, eerst komt natuurlijk weer het WK. Ja. Of niet? Ja, eerst komt weer het WK. Ik moest even nadenken hoor. De rest van die boel mag ook wel even meedenken. Lekker zwoel. Met boel, snap je? Oké, mooi. Ik zal even mezelf iets verhoogje. Waarmee kun je snel woel weghalen eigenlijk? Met shears zeker? Ja, met shears. Dat klinkt best logisch. Ik weet niet zeker of het zo is, maar het klinkt... Weet je, het klinkt als... Weet je, hoe heet dat spel ook weer dat je doet van het klinkt als... Charades heet het in het Engels, maar... Hints, zeker in het Nederlands, ik weet niet. Dat heb je soms, dan ken je gewoon wel de betekenis van een woord in het Engels. Tenminste, het woord ervoor. En niet in het Nederlands. Ik ben nou opeens heel erg aan het laggen. Meestal als ik met Minecraft helemaal aan het laggen ben, dan moet ik hem opnieuw opstarten en anders gaat het niet weg. Dat is niet zo fijn. Dus ja, anders zat ik even gaan met Minecraft. Ben ik over enkele seconden terug. Tot zo. Oh, wat gaat hij nu weer doen? Minecraft heeft al 2 seconden niet gewerkt. Hij belooft heel goed. Kom maar mee jij. Ik kan ook even mijn render disinteren. Oh, wacht, ik moet wel mijn huis vinden natuurlijk. Dat is puree voor de volgende aflevering. Het vinden van mijn huis. Ik wil gewoon even gauw dit tempeltje afmaken. En dan de aflevering afsluiten. Maar dan moet het spel niet zo lekker. Oké, dus dat we even gaan mijn render distance op iets. Waardoor mijn FPS niet 0 is. Dacht je daarvan spel? Video settings. Ah, lekker. Kom op, video settings. Come on.
Normal, nee. Ik wil ander. Ik wil nog slechter dan normal. Tiny. Yes, done. Serieus. Okay, laat me spelen, Minecraft. Ik heb ben te lui om je opnieuw op te starten. Oh, dit is wel. Oké. Gaat dit nou doen? Nee, ik moet hem echt opnieuw opstarten, denk ik. Haha, leuk. Oké, nu doet hij het nu. Het is echt een eeuwige struggle van mij en Minecraft. Het ziet heel raar uit hoe ik het hak momenteel zo van slow motion. Yes. Oké, dan. Is er nog iets? Oké, we zitten nu op het dak. Hebben we daar nog wat aan? Wat is hier binnen? Hier ben ik zeker al geweest. Ja, dat is daar dus een pijnlijke trap om in te vallen. Hier zit nog zo'n torentje aan deze kant. Oh, met allemaal wool. Wow. Zwoel. Ik heb hier gewoon nog even dat ding uit exploren. Maar niet met FPS van 1. Fuck jou, Minecraft. Ah, fuck jou. Ik vind het niet cool. Niet cool, Minecraft. Dat je me dit flikt. Ik weet niet of jullie dit probleem kennen, maar mijn computer heeft dat probleem soms gewoon graag. Weet je, ik bedank je gewoon voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we mijn huis zoeken eindelijk. En dan gaan we terug met onze mooie gemaakte buit. Ik zal even gewoon de buit laten zien. 7 diamonds, 19 T is wel de hoofdbuit die wij gemaakt hebben. Ook 29 van dat mooie, hartstikke mooie oranje spul. Hey, nou is het lekker in één keer wel eindelijk weg. Wow, normaal wacht ik nooit zo lang. Dat is vast het probleem. Hey, buitenlucht. Oké, nog wat mooie wol. Ik zou eigenlijk wel een stack willen ervan. Ik kan nog geen verdieping mee bouwen, maar ik kan wel iets leuks een keer mee doen. Een grappig dingetje bouwen. Laat even een comment achter. Wat moet ik doen met alle oranje wol die ik hier gekregen heb? Wat gaan we daarmee doen? Dat is de vraag van vandaag. Nee, serieus. Dat is wel de vraag van vandaag. Andere Minecraft video's heb ik geen vraag van vandaag, maar vandaag wel. Want vandaag is anders. En rood. Nou, ik oranje. Maar Marco Bazzato zeggen vandaag is rood. Zelfs met het EK. Of het WK. Of wat dan ook. K. Zegt Mark ook het. Zegt Marco niet ook kut. Nee, Marco is daar veel te beleefd voor. Marco zegt vandaag is rood. Even al die shit meenemen. Zo, da-di-da. Oh, daar zit ook nog wat oranje troep. Fantastisch. En nou gaat het spel weer lekker. Heerlijk, 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 lekker. Ja, je spel, maar heb je er niet mee, weet je. Ik vind het allemaal leuk. Tenminste, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet het niet te liken, zo'n leuk. Tot de volgende aflevering van Minecraft Survive. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Doei!